Ik persoonlijk heb het altijd heel mooi gevonden hoe je langs een grasveld kan rijden. En vervolgens zie je een groepje, voornamelijk Surinaamse mannen, met hun kooitjes, met vogeltjes. Ja. Heb je die ook vaak op bezoek gehad? Ja, die heb ik wel in het begin veel op bezoek gehad. Mm-hmm. Maar het probleem met die vogeltjes is, ze zijn heel veel geld waard. Mm-hmm. Als ze goed kunnen zingen, zeg maar. En er staat heel veel op het spel, maar je kan helemaal niet zoveel doen. Nee. Je kan ze wat medicijnen in het water geven, dat is het eigenlijk. Mm-hmm. Dus je weet dat je een heel kostbaar, heel klein beestje hebt, wat elk moment dood kan gaan en wat duizenden euro's waard is. Dus geen makkelijke patiënten. Geen makkelijke patiënten, okay. Op het Hoekeroodeplein en het Bijlmerplein zijn verlichte woorden te zien. Deze woorden komen uit buurtverhalen waarbij mensen uit de buurt vertellen over hun ervaringen in Zuidoost. Deze verhalen worden gebundeld in het BIMS-bundel en zijn online te vinden op bimsbundel.nl. Dit stuk heb ik een poosje geleden geschreven. Het heet De geboorte van een Bijlmer dierenarts. En het gaat over mijn allereerste begin in de Bijlmer. En dat was 1992. In de Amsterdamse Bijlmer stond een dierenartsenpraktijk te koop in de garage van de flat Klieverink. Ondanks de grote vraag naar praktijken was er niemand geïnteresseerd. Dierenarts worden in de Bijlmer was kennelijk niemands droom. Ik ging kijken. De garage was donker en een beetje onheilspellend. De praktijk oogde kwetsbaar door de dunne kunststof wanden en de glazen entree. Ik liep eromheen. Ik kon toen natuurlijk niet weten dat de verwarde klant ooit de wanden vol affiches zou plakken, waarop stond dat haar kater door de castratie een hersenbloeding had gehad en dat niemand zijn kat door mij moest laten opereren. De assistente liet me binnen en ik liep door de wachtkamer waar ooit een Afrikaanse vrouw in trance, miauwend als een kat, over de vloer zou rollen. Er stonden donkerbruine kunststofstoelen. Honderden van mijn toekomstige cliënten zouden op die stoelen uit alle macht, maar meestal te vergeefs, hun tranen proberen tegen te houden, vlak voor dat allerlaatste bezoek van hun hond, kat, konijn, cavia, rat, hamster of muis. Ik inspecteerde de balie, waar ik veel vaker dan ik kon vermoeden te horen zou krijgen dat mijn behandeling te duur was en dat deze de volgende dag, het eind van de week, het eind van de maand, met het vakantiegeld, in kleine delen of helemaal niet betaald zou worden. Ik liep door naar de operatiekamer en bekeek de operatietafel. Ik zou er van alles uit het dierlijk lichaam verwijderen. Testikels, eierstokken, baarmoeders, melkklieren, blaasstenen, milten, tumoren, af en toe een oog of een staart. Ik wist echter niet dat ik er ook zou leren bidden. Om het stoppen van een bloeding, om slechts één ademhaling van een bewegingloos lichaam. Ik streek met mijn vingertoppen langs de wand van de operatiekamer, waar het bloed uit vele weerbarstige slagaders tegenaan zou spuiten. De wand die ooit zou scheuren door de impact van het hoofd van een flauwvallende stagiaire. Ik ging achter de behandeltafel staan. Gelukkig wist ik toen nog niet dat op die tafel honderden katten hun nagels zouden scherpen aan mijn huid. Gelukkig wist ik ook niet dat precies 2 maanden later een poolhond zich zou vastbijten in mijn onderarm en dat de eerste, maar niet de laatste keer zou zijn dat ik mezelf zou verbinden en mijn eigen antibiotica zou slikken. Achter die tafel hoopte ik met mijn 6 maanden ervaring met zelfvertrouwen diagnoses te stellen, injecties geven en medicijnen voor te schrijven. Achter die tafel zou ik echter telkens weer ontdekken dat mijn studie en een half jaar ervaring mij nooit hadden kunnen voorbereiden op mijn cliënten, de Bijlmerbewoners. Hun uitbundige vreugde, hun overweldigend verdriet, hun talent om te overleven of juist groots ten onder te gaan. Hun liefde voor dieren die, zoals ze zelf toegaven, veel groter was dan die voor mensen. Hun gebrek aan vertrouwen in mij of juist hun hoop op een wonder dat ik zou kunnen verrichten. Ik wist nog niet hoe vaak ik zou moeten zeggen dat er geen hoop meer was en dat dat met de jaren niet makkelijker zou worden. Ik verliet de praktijk en liep langs de garage. Dezelfde weg die ik ooit rennend af zou leggen,
tijdens een vergeefse achtervolging van jongens die er met mijn kasgeld vandoor gingen. Ik stapte in mijn auto en plotseling wist ik het zeker. Dierenarts worden in de Bijlmer. Het leek mij wel wat. Het kunstwerk is bedacht door lichtontwerper Frederike Top. Zij heeft de expertise van Local Wave Radio ingeschakeld voor het opnemen van de verhalen. Koffie Adompema, ook wel bekend als Mad Sun, is uw presentator. De gemeente Amsterdam is de opdrachtgever van het project en CBRE Invest Management heeft ondersteund. Maar het belangrijkste om te vermelden zijn de verhalenvertellers uit de buurt. Zonder hen geen kunstwerk. Bedankt voor het luisteren.